We komen aan in het gebied met de kwallen. Waar wij naartoe moeten springen. Oos. De kwallen zijn rare blob creatures. Die mij opzuigen en afschieten. Kom zo op vele plaatsen. Ik weet niet precies waar ik naar. Ik heb alle languages geleerd. Ik denk dat ik hier naartoe moet. Volgens mijn scrollwieltje heb ik nu alle talen geleerd. Hier ben ik weer in het centrale gebied. Klopt dat? Kijk het op de map. Oh ja, daar links zie ik nog iets groen staan. Daar moet ik heen. Groen is de objective marker. Al die beesten, die worden naar rechts afgevoerd. Daar naar achteren zie je dat? Al die vijanden. Al die vijanden gaan allemaal dezelfde kant op. Dat is verdacht. Dat is verdacht. Dat al die vijanden dezelfde kant op gaan. Daar kan ik niet op springen. Waarom gaan al die vijanden deze kant op? We weten het niet. Ik weet wel dat ik er achteraan ga. Ze vallen mij ook niet meer aan. Vallen mij ook niet meer aan. Al die beesten gaan in kolonnen deze kant op. Waarom? Oos? Staan hier allemaal. Gaat hier wat gebeuren? Er spant iets in of zo. Die beesten lopen één voor één daarin en lossen op. Ik mag hier gewoon lopen, ze vallen mij niet aan. Die beesten springen daarin en lossen op. Ik word hier gekwald. Ik lijk hier dan onderweg te zijn naar een nieuwe locatie. Een hele nieuwe locatie. Er staat iets in de fik.
De muziek is gestopt. Wat gaat hier gebeuren? Is dit een teleport pad? Zijn al die monsters hier naartoe geteleport? Daar loopt het grote het. De hertenkoning. Nee, de mottenkoning is het. De wormenkoning. Al die beesten staan hier. En er staat hier iets goed in de fik. Weer zingen met die boomwortelen. Ik val van de map af. Camera draaide even niet goed mee. Er is hier wel iets gaande. Hier is weer een deur. Kijk nou, die beesten staan hier allemaal te kijken. Ik kan er gewoon tussendoor lopen. Dit zijn taferelen die we al eerder gezien hebben. Ik kan met die boomwortelen zingen. Dat moet ook. Ik moet nog twee dingen doen. Zijn er dan nog twee van die wortelen? Daar lijkt het wel op. Hier is een jump pad. Daar is dan de laatste. En die beesten reageren helemaal niet meer op mij. Klopt hier iets niet? Klopt hier iets niet? Maar wat? Die steen gaat omhoog. Het is een soort fakkel. De game zegt, je moet nu naar het midden. Lijkt me niet de meest veilige locatie. Ik moet naar boven, denk ik. Manier om daar boven te komen. Dat lijkt het toch niet op, maar volgens de game moet ik wel naar het midden. Moet ik met deze man gaan zingen, met die bos? Huilt. Hij huilt als ik hard zing. Hij loopt weg. Hij loopt weg. Naar deze deur. Hij opent deze deur. Maar waarom vallen ze mij niet meer aan? Waarom valt hij mij niet meer aan? Wat zijn dit? Graven. Een baby wordt begraven, een kind.
Deze man laat de geschiedenis zien van deze beesten. Dat is het. Hij laat zien wat hier gaande is. Waarom zij zijn wat zij zijn, denk ik. Dat denk ik. Dat dit beest ons laat zien waarom die beesten zijn wat zij zijn. Vindt aanbidding plaats. Hij springt, ik spring. Ik vind zinkplank. We pakken alle zinkplanten maar mee. Hij is naar de overkant. Dit hele plateau beweegt. Inclusief boom. Dit hele plateau beweegt. Hoe dan? Daar naar de overkant, maar dat kan niet zomaar. Het hele plateau beweegt. Is dit beklimbaar hier? Nee. Nou, er komt hier weer een boom aan. Vanaf deze kant met een vogelstem. We activeren weer een bloem, er gebeurt weer wat. De hele boel trilt. De heilige fakkel gaat nog verder omhoog. Is dat dan ook wat hier gebeurt? Het omhoog brengen van de heilige fakkel. Die man staat er nog steeds. Ik kijk nu recht naar waar ik moet zijn. Ik moet dit beest blijven volgen. Dit beest wijst mij de weg. Hij gaat weer door de deur. Hij gaat weer door de deur. En dan doen wij dat ook. Hij aanbidt het grote hert. Is wat ik hier zie, lijkt het. Van boom naar boom. Hij is hier. Deze worden opgenomen in een tempel. En nog meer van die graven. Daar ben ik. Daar ben ik.
Het is een tekening van mij. Wat heeft dat ermee te maken dat die beesten mij deze hele game al aanvallen? Kind. Alsof wij een kind zijn van een heilig beest. En hier is het begraven kind weer. En dan is hier weer een grote man. En hier is weer een betoverbaar oog. Die het heilige vuur nog meer naar boven brengt. Standbeeld van een lief klein beestje zoals ik. Maar hier is ook onze vriend. Die weer gaat lopen. En wij gaan hem volgen. Naar de volgende deur. Wat gaat hier gebeuren? Het grote hert is daar weer gevangen genomen. De muziek stopt weer, we komen weer ergens. Het grote hert staat bovenaan en dit beest stijgt op naar het grote hert. Alsof het hert een soort god is, waar ze naartoe willen ascenden, die rare beesten. En wij blijven natuurlijk ook maar ascenden. Door steeds maar hoger en hoger te gaan. Kijk, dat zijn wij weer.
lijkt hij goed mis te gaan met het apparaat hier. Daar is weer het oog. Hier is ook onze vriend. Een filmpje. We gaan naar het laatste oog. De boel stort in. Hij denkt na. Wij zoeken vriendschap met de monsters. Hij haalt zijn hoofd eraf. Het is een vosje. Het is een vosje. Wij geven hem onze taal. Wij leren het vosje de taal van de vriendschap. Wij leren het vosje de taal van de vriendschap. Geheeld. Wat betekent dat? Ascension. Ja. Stijg allemaal op, alle vosmannen. Ik glij uit. Ik glij uit en ik val naar beneden. Ik leef. Al die lui doen hun maskers af. Het zijn allemaal soortgenoten die allemaal hun masker afdoen. Allemaal soortgenoten. Hij dropt het laatste visioen. Hij dropt het laatste visioen. Daar is het enorme het. Aangevallen. Het is een inslag van het een of ander. Een inslag. Er is vuur. Dit zijn wij. Dit is het begin van de game. Dit is het begin van de game. Wat betekent dat dan nu? Hier ben ik al geweest. Al die beesten hebben hun maskers afgedaan. Hier is een vogel. Achievement unlocked. Protector of the forest. Protector of the Forest. Achievement unlocked. Kun jij mij ergens mee naartoe nemen? Dus? Volgens de map hoef ik nergens meer te zijn. Waar gaat deze vogel mij mee? Ah! De vogel neemt mij mee naar de aftiteling.
Andreas Beyer. Hugo Bille. Ja, het lijkt erop dat het erop zit, dames en heren. De wereld van Fe, waarin wij als klein vosje gezien hebben hoe vreemde wezens, de natuur aan het bedreigen waren door allerlei grote beesten uit te schakelen. En wij hebben ze gered om er uiteindelijk achter te komen dat de grote enge beesten onze soortgenoten waren. Onze soortgenoten. Ik moet zeggen, het was een bijzonder avontuur. Muzikaal bijzonder sterk. Muziek heeft echt bijgedragen aan deze game. Grote respect voor de makers van deze game. Met name voor de muziek. Maar daarmee lijkt wel ons avontuur te eindigen. De vogel stopt hier. De vogel stopt hier. Die brengt ons nog naar een diamantje. En dan gaan wij nog van boom naar boom. Zolang de aftiteling loopt, blijven wij in beweging. Het is een actieve aftiteling. Zelfs tijdens de aftiteling blijft het van ons gevraagd om te bewegen. Om ergens naartoe te gaan. Maar naar wat en waarom? Hier, daar lopen onze vrienden. Hier is nog een visioenenbox. Nog een visioenenbox. Aha. Dit visioen is nog meer aftiteling. En een wandeling naar een groot kristal. Het gaat hier niet goed met deze persoon. Kan ik iets met dit apparaat? Een zak in elkaar. Zakken in elkaar. Er komt een kwal uit die mij absorbeert. Daar liggen we dan. Het beest uit alle visioenen. Voor Pampus. Omringd door kwallen. Achievement earned. Utter silence. Vind alle boxen. Nou, hier staan ze dan, al onze vrienden. Allemaal soortgenoten. Allemaal soortgenoten. Wat willen jullie van mij? Waar moet ik nu nog heen? Waar moet ik nu nog heen? Alles hier is bevriend. De aftiteling blijft maar doorlopen. En ik heb toch niks meer te gaan. De open world map. Oh, er is ook geen quest meer. Het is gewoon, je kunt nog collectibles overal klappen. Is dat het? Even kijken bij de achievements die ik net heb vrijgespeeld dan. Complete the game. Ja, het zit erop. Wat we nog kunnen doen is inderdaad nog
collectibles klappen. Dat is wat we nog kunnen doen. Maar dat is niet wat we gaan doen. Want ja, de game is klaar. Het blijft hier met de aftiteling in beeld doorgaan. Maar wij gaan afronden. En dat betekent dan, beste mensen, dat we aan het einde zijn gekomen van het avontuur in Fe. En wij hopen dat wij jullie weer mogen begroeten in een volgend avontuur. Dus ik zou zeggen, bedankt voor het meebeleven van Fe. Bedankt voor het kijken naar dit bijzondere avontuur. En laat weten in de comments wat je ervan vond, zoals gebruikelijk. Dus ja, een hele fijne dag. Joejoe.